Boek 21, hoofdstuk 44, paragraaf 8 tot 9. In jullie boek heeft dit stukje de titel Met de juiste houding hebben jullie overwonnen. Hannibal is nog steeds aan het woord. In dit laatste stukje van zijn redevoering zegt Hannibal het volgende. Illies, aan die mensen een datieve smeervoud. Aan hen of aan die mensen, liket, is het toegestaan om te zijn en wat dan timidis et ignavis, om angstig en laf te zijn. En aan welke mensen is dat toegestaan? Nou, qui die respectum habent, die een respectus, een toevluchtsoord hebben. En mensen die quos, en dan is het vervelend dat dat quos hier het leidend voorwerp is in de zin. Mensen die, en het onderwerp in de zin is sua terra en suus aker, asyndetisch verbonden, dus hun eigen land en hun eigen akker, hun eigen grond. En accipient is het futurum van accipere, dus die hun eigen land en hun eigen grond zullen ontvangen. En dat betekent dus niet dat zij dat die grond zullen ontvangen, maar dat die grond hen zal ontvangen. En wanneer gebeurt dat? Nou, als ze fugientes zijn, als ze vluchten, in een PPA-constructie, per tuta over veilige en pacata en tot vrede gebrachte of vredige itinera, routes of wegen. Die mensen die dus op een... Die langs een veilige weg kunnen vluchten, ja, en die een toevluchtsoord hebben, die mensen die kunnen laf zijn en bang. Maar, zegt Hannibal, phobis, voor jullie, necesse est, is het noodzakelijk om te essen, om te zijn fortibus viris, om dappere mannen te zijn. En mocht er nou onder jullie iemand zijn die zich afvraagt in welke naamval fortibus viris staat en waarom, nou, het staat in de dativus, omdat het congrueert met phobis. Dat was trouwens met timidis en ignavis ook zo, omdat het congrueerde met illis. Dus jullie moeten dappere mannen zijn en, nou, jullie moeten natuurlijk nog meer, namelijk oud vinkeren, ofwel overwinnen, ofwel, si fortuna dubitabit, als het lot zal twijfelen, met andere woorden, als het lot onzeker zal zijn, in proilio, in een gevecht, potius kwam, liever dan in fuga, op de vlucht, de mortem te opeteren, de dood tegemoet te gaan. Dus er zijn maar twee mogelijkheden, ofwel winnen, ofwel in een gevecht sterven. En daartussenin staat nog een ablativus absolutus constructie, namelijk omnibus abruptis. Nadat alle dingen zijn abruptis, zijn afgesneden, alle andere mogelijkheden zijn afgesneden. En wel alle andere dingen of alle andere mogelijkheden inter tussen victoriam, tussen overwinning, ve mortem of dood. En hoezo zijn die afgesneden? Nou, door een certa desperatione, door een zekere of een besliste wanhoop. Met andere woorden, het is ofwel overwinning of het is dood en daar zit niks tussenin. Er is dus geen hoop dat er nog iets anders mogelijk is dan overwinning of dood. Dus bijvoorbeeld verliezen en vluchten, dat kan niet. In het laatste stukje van deze passage is wat gedoe met de tekst. Benefixum staat wel in de tekst, maar de uitgever denkt dat je dat er niet in moet lezen, dus dat moet je wegdenken. En bij die M van contempt, ja, er stond dus nullum contemptum in de tekst blijkbaar. En een originele uitgever of een originele klassicus, een filoloog, heeft bedacht dat je daarbij mortis incitamentum moet aanvullen. Het levert een wat moeilijke woordvolgorde op, vind ik, in de zin. Maar goed, we doen het er maar mee. Si hoc, et cetera. Als dit omnibus bij alle mensen, destinatum, dus bij alle soldaten die Hannibal nu toespreekt, bij jullie allemaal, destinatum in animo is, vastbesloten is, ja, in jullie geest, als het vast staat in jullie geest, als jullie daar vast, als iedereen daar vastbesloten over is, dan vicistis, dan hebben jullie overwonnen. Het is een perfectum. Eigenlijk hebben jullie dan al gewonnen. En daartussenin zegt Hannibal, hier nog iterum dicam, ik zal het nog een keer zeggen. Ik zeg het nog een keer, dan hebben jullie eigenlijk al gewonnen. Dan staat er nullum, geen enkele. Nou, dat nullum congrueert met incitamentum, geen enkele prikkel. En dan staat er, als ik even zoek, dit is dus het rottige van de woordvolgorde, aan het eind van de zin staat datum est, is gegeven. Dus geen enkele prikkel is er gegeven. Aan wie dan? Aan de homini, aan de mens, en door wie dan? Abdies immortalibus, aan de door de onsterfelijke goden, sorry. Dus er is door de onsterfelijke goden geen enkele prikkel gegeven aan de mens, en van die prikkel wordt nog gezegd, acrius,
een prikkel die scherper is. Scherper dan wat? Nou, dan de contemptu, dan de minachting mortis, van de dood. Dus geen enkele prikkel scherper dan minachting voor de dood, of van de dood, is er aan de mens gegeven door de onsterfelijke goden, en het gaat om een prikkel ad vincendum, om te overwinnen. Dus om te overwinnen is er geen enkele prikkel die je van de goden krijgt die beter werkt dan minachting van de dood. Einde van deze passage.